Het is de David tegen Goliath fase van het bekertoernooi. Veel amateurclubs dromen van een stunt. Twee seizoenen geleden ontpopte VVSB zich tot de ultieme reuzendoder door de halve finale te halen. En ook in de voorbije jaargang roerden de amateurclubs zich. Liefst vier teams die niet actief waren in de Eredivisie of Jupiler League drongen door tot de laatste 16 van het toernooi. De KNVB-beker werd de afgelopen seizoenen sowieso vaak gewonnen door subtoppers en middenmotors. Zo trok Vitesse dit voorjaar aan het langste eind en zijn PEC Zwolle en FC Groningen andere recente winnaars. Kijken we naar de traditionele top 3, dan wacht Ajax het langst op een eindzege. De Amsterdammers wonnen de KNVB-beker voor het laatst in 2010. Ajax stelde vorig seizoen in de achtste finale tegen Cambuur een veredeld B-team op en betaalde daarvoor, gezien de uitschakeling, een hoge prijs. Dit seizoen start de ploeg van Marcel Keizer het toernooi met een uitwedstrijd tegen Scheveningen, een club uit de derde divisie. De wedstrijd wordt gespeeld in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, waar Ajax zondag nog punten morste. Voor een bekerzege van Feyenoord hoeven we nog maar terug te gaan tot 2016. De Rotterdammers trappen de campagne woensdagavond voor eigen publiek af tegen ADO Den Haag. PSV, dat in 2012 voor het laatste beslag legde op de Dennenappel, wacht donderdag een uitduel met SDC Putten. Een van de meest in het oog springende duels is het treffen tussen Excelsior en Heerenveen, die zaterdag nog in de Eredivisie tegenover elkaar stonden. De Kralingers gingen met 2-1 onderuit tegen de Friese. De inzet van het bekertoernooi is dit dus niet een plek in de groepsfase van de Europa League. Doordat Nederland is weggezakt op de coëfficiëntenlijst, moet de bekerwinnaar al instromen in de derde kwalificatieronde, wanneer menig sportliefhebber nog in de ban is van de Tour de France. Dat maakt de eindzege natuurlijk niet minder gewild. Deze week begint de lange weg naar de Kuip.